dat je kijkt, want vandaag ga ik dan eindelijk vertellen hoe ik dat gezonde ijs maak. Het kost maar 2 minuten en het is super lekker. Het enige wat je nodig hebt zijn aardbeien, yoghurt en een beetje vanille-extract of wat zoetstof. Wat we gaan doen is, we gooien je aardbeien in een foodmixer, een blender, iets. We gooien de yoghurt bij, ongeveer dezelfde hoeveelheid. Nou, dat is bij mij ongeveer de helft van het bakje. En dit ga ik gewoon blenden. En kijk dan hoe goed het er al uitziet. Ik zal het met de lepel. Echt net ijs. En heel lekker, maar we missen nog wat. Nu is het heel erg puur, maar we gaan er iets van zoetstof bij doen om wat meer die smaak naar boven te halen. Je kan elke zoetstof die je wil maar gebruiken. Gewoon zoetstof, honing of net als ik vanillearoma. Echt heel lekker vind ik dat. Nou, doe maar een beetje van in. Zo. En dan gaan we nog een keer mixen. En dan is het ijs als het goed is echt lekker. Ik ga nog een keer met de lepel erin. En perfect. Niet te zoet, maar echt die frisheid van die aardbei die komt heel erg naar voren. Nou, nu is het tijd om het op te eten. Nu gaan we het lekker opmaken. Ik heb hier ijslepels. Je kan ook een gewone lepel gebruiken. Dip het even in warm water. En ga er dan doorheen met de ijslepel. En dan heb ik hier hele leuke ijsbakjes. En dan kun je hem heel leuk zo vullen. En mijn favoriet is gewoon aardbeienijs. En daarover stukjes van chocolate chip. Gewoon verkruimeld eroverheen. Ook heel erg lekker met gewoon chocolade. Zo. Nou, mijn favoriet is dus duidelijk deze. Maar die van mijn man is met mango. Die is ook heel erg lekker fris. Gewoon ook mango fruitstukjes in de blender. Yoghurt erbij. En dan heb je ook een heerlijk ijsje. Elk fruit kun je proberen. Let erop bij banaan. Hoeft er geen yoghurt bij. Want die is al super romig van zichzelf. Heb je nog andere combinaties of andere manieren? Laat het me weten. Want ik ben gek op ijs. Dus ik ben ook benieuwd wat jouw combinaties zijn. Tot snel weer. Doeg!